begin. Chapter 7, The Telescope. After seeing their 100th comet, a sudden thought popped into the girl's head. I wonder if my home planet is still as blue as it was. Then, when she remembered her father's telescope. Peeking into the telescope, a tiny blue dot floated into sight. It was smaller than a star bit. How strange! It's so far away, but it feels so close. She twisted the knob of the telescope and the blue dot grew until she could make out a grassy hill dotted with flowers. It seemed very familiar to her. Zooming even closer, a terrace on the hill came into view. I used to go stargazing there when I lived on my home planet. She remembered rubbing the sleep out of her eyes as she followed her father up that hill to look up to the stars. She remembered how she and her brother would sled down that hill. She remembered having picnics with her mother on that hill on bright and windy days. And... I want to go home! I want to go home right now! The girl burst into tears and the Lumas didn't know what to do. I want to go home! I wanted to go back to my house by the hill! I want to see my mother! The girl was shouting now, her face wet with tears. But I don't know, she's there, not there, I... Sorry. But I know she's not there. I knew all along that she wasn't out there in the sky. Because... She's sleeping under the tree on the hill. The girl cries echoed through the stars and a hush fell over the area. That's eigenlijk best wel sad. That your dude for today. Dat is eigenlijk best wel een heel erg sad story. Wat? Waarom? Goedemiddag iedereen, dan ben ik weer terug met een nieuwe aflevering van Let's Play Luigi Galaxy. Maar waarom zo sad? Als ik had geweten dat het zo sad was, had ik het wel gelaten als einde. En niet als begin. Want nou is iedereen heel erg verdrietig. En dan moet ik zelf ook huilen. Oké, we gaan gewoon naar de slaapkamer en we gaan gewoon de rest van de ster ophalen. Terug naar Dusty Dune Galaxy in de slaapkamer. Jeetje, wat een sad story. En dat voor een Mario game. Zo. Ik sta er eigenlijk best wel van te kijken dat het zo'n sad story is. Maar goed, we hebben dus zeg maar, het begin hebben we gehad. Dus ik ga heel eventjes terug naar de plek waar we de Hungry Loom hebben gehad. Want het begin hebben we eigenlijk al gezien. Dus ik ben zo bij jullie terug. Oké, terug weer hier op dit planeetje waar we dus 20 starbits nodig hadden om die Hungry Luma eten te geven. Ik wil toch heel eventjes voor de zekerheid die mushroom meenemen, want ik weet begot niet meer eigenlijk wat hier te wachten staat. Dus heel eventjes hier ondersteboven lopen. En nou weet ik niet of jullie dit gecomment hebben, omdat dit nog steeds dezelfde opnamesessie is als toen die tijd dat ik dit eigenlijk aan het opnemen was. Hier zit niks. Zit hij dan misschien daar aan die onderkant? Het kan best zijn dat hier toch een ster zit hoor. Kijk, er zit hier een ster. Ik weet niet of jullie dat hebben gemanaged in de comments. Zou best kunnen. Ik deed hier toen eigenlijk best wel gevaarlijk. Op dat moment. Oh, je kunt hier zelf onderlopen. Leuk! Ik sla jou ook even kapot, ja? Ik krijg wel extra starbits. Dus 20 starbits is niet moeilijk te krijgen. En er zit daar dus een ster. Sorry! Had ik moeten weten en dit ziet er eigenlijk best grappig uit. Wat gebeurt er als ik jou skip? Dan komen we gewoon weer terug op deze planeet. Leuk! Oké. Zullen we hem dan maar niet skippen? Lijkt me een stuk makkelijker. Hoppakee. Oké, dan komen we dus zeg maar hier op dit sliding plateauje met dry bones. En nou dacht ik dat we hier dus zeg maar blue star chips moesten verzamelen. En daar heb ik helemaal gelijk in, want ik zie ze daarboven al staan. Om precies te zijn, hier. Dus wat we moeten doen is, we moeten dus al die star chips gaan verzamelen. En dat moeten we dus doen zeg maar door hier over deze zandbak heen te glijden. Wat eigenlijk best wel irritant kan wezen. Nou, hier hebben we dus zeg maar een treasure chest waar we dus zeg maar een dingen voor nodig hebben.
Maar zoals jullie dus zagen aan de onderkant hiervan... Mag ik heel eventjes aan de onderkant van hier komen? Dat is het namelijk op mijn chip. Oké. Dan wil ik hier nog eentje zitten. Wat gezellig. En nou dacht ik tot de laatste zeg maar echt in de kist zou zitten. Dus dat we echt deze shell nodig hebben. Het enige nadeel is dus, we kunnen op dit moment geen spinjums doen. Want dan zouden we die schelp weggooien. Wat dus heel erg vervelend zou zijn. Oké, nou dan. Hier zijn we al. Hallo. Oké, dus we hebben onze poolstars te pakken gekregen. Wat leuk. En vergeet niet, vandaag wordt alles weer oranje. Want vandaag moet Nederland weer voetballen tegen Australië. Yay, voor de mensen die er recht om geven. Voor de mensen die er niks om geven. Ja, sorry. Oké, groen of oranje? Nou, oranje zal wel... Het is vandaag oranje, dus laten we gewoon de oranje wegnemen. Waarschijnlijk is de oranje weg moeilijker. Ik weet het niet. Wij gaan gewoon de oranje wegnemen. Dit is tenminste geen instant dead. Dus kan je gewoon lekker op blijven stuiteren. Leuk. Goed. En dan komen we eigenlijk terecht op de plek waar we dus zouden moeten zijn. Als ik me niet vergis is dit doet me eigenlijk een beetje denken aan een speedrun gebeuren. Deze beesten die zijn vrij gevaarlijk, want dit zijn tornado's zeg maar, met puin in zich. En daar willen we dus niet door geraakt worden. Je kunt er wel door, je kunt wel zeg maar een extra flying boost van hun krijgen. Maar om heel eerlijk te zijn gaat het af omdat ja, hun hebben puin in zich. En oh, ik dacht heel even dat het plateau zou gaan zinken, maar dat doet het gelukkig niet. Oké, okay. Nee, niet in die. Dat is namelijk nogal gevaarlijk. Dat is niet echt gezond om daarin te landen. Nou, wat we dus moeten doen, is we moeten hier hebben dus zeg maar verschillende plateaus. We moeten dus zeg maar daar plateaus zien te krijgen. En dan moeten we dus zeg maar hier doorheen gaan. Om hier zo snel mogelijk... Oké, dit gaat net goed. Om dus zo snel mogelijk zeg maar daar een plateau te gaan maken. Nou, zeg ik zo snel mogelijk, maar ik herinner me dit als een prankster comment. Wat dus zeg maar tijdsrace was dat we dus zo snel mogelijk een level moesten gaan halen. Wat nogal vervelend is. Dus ja, dat herinner ik me eigenlijk nog best wel goed. Je zou die stem volgens mij te pakken kunnen krijgen zonder dat je zeg maar moeite zou moeten gaan doen met Luigi. Poef. En je hoort dus zeg maar dat het een timed switch is. Dus we moeten hier zo snel mogelijk langslopen zonder dus geraakt te worden door Mr. Tornado's daar. En wat je dus wil doen is zo snel mogelijk hier naartoe lopen voordat de timer uitloopt. Oh boy, don't dare to hit me, dank je. Maar volgens mij is dit eigenlijk ook voor een, speedrun prankster comment. Maar goed, we hebben in ieder geval te zeggen, dadelijk moeten we hem dus nog een keer gaan halen, maar dan onder 4 minuten of zo. Ik weet niet hoe lang ik er nou over gedaan heb, ik weet niet of ik nou weer 4 minuten over gedaan heb. Het zou best kunnen dat ik er 4 minuten over gedaan heb, ik weet het niet. Maar ik weet in ieder geval, er zit hier een prankster comment. Dinges geval. Dus die zou nou een luck zijn, omdat het is voor sterretje nummer 2. Ach, we hebben nog genoeg tijd. Dus we hebben pas 1 ster te pakken gehad, omdat we dus een heel erg sad story in het begin hadden gehad. Nee, wat is hij maar! Ga weg. Dus, maar vandaag dus, alles wordt weer oranje. En, vandaag gaat Nederland dus weer voetballen tegen Australië. En ik moet zeggen, ik zit op dit moment, waarschijnlijk op het moment dat ik dit aan het bewerk ben, al helemaal in mijn oranje tunic, klaar voor de wedstrijd die om 6 uur zal gaan beginnen. Dus dan weten jullie in ieder geval dat ik dit gewoon upload en nog steeds bezig ben met voetbal. Dus ja, verder eigenlijk heel weinig over te zeggen. Al moet ik wel zeggen dat ik expres heb besloten om dit mijn laatste aflevering te maken. Niet voor deze week, maar voor deze opnamesessie. Dus donderdag doe ik gewoon weer lekker opnemen. En de reden daarvoor is grotendeels omdat ik dan toch mijn mening een klein beetje kan zeggen over gigantische kippen die rode bommen aan het uitpoepen zijn. Dat was nogal stom. Laten we dat nog een keer proberen. Oké, dus we willen niet op die schaduwen gaan staan, want de schaduwen dat is dus zeg maar heel erg dodelijk, omdat we dan geplet worden door de zand en de zwaartekracht van de blokken en weet ik het nog meer. Kan ik die afgekeurde kip met keutels eventjes doodmaken alsjeblieft? Kip met de keutels is irritant. Kip met keutels. Kip met keutels. Oh, dat was eigenlijk een extra hitschroom. Waarom dat we een extra hitschroom kregen bij die andere, dat snap ik vandaag de dag eigenlijk nog steeds niet. Bij die eerste ster die we net hebben gedaan, maar... Mag ik alsjeblieft? Dank je. Dus nee, maar daar heb ik dus een gesprek gedaan totdat ik donderdag op kan nemen en toch wel een beetje zeg maar mijn ervaring kan delen over hoe dat woensdag verder is verlopen. En ik zit weer vast aan de zand. Deze is weer heel erg speciaal. Wat we hier moeten doen is we moeten hier dus zeg maar een koepelshell meenemen en we moeten dus zeg maar weer starships verzamelen. Ik weet niet waarom, maar dit level houdt nogal veel van starships. Wat we moeten doen is, er komt dus zeg maar hier een heel plateau tevoorschijn. En dan kunnen we dus zeg maar alvast een beetje van die sterren meenemen. En dan kunnen we dus zeg maar dadelijk een platformen. En daar moet ik hem gebruiken.
Oké, ik heb hem. Sneller. Oké, zit hier trouwens nog een... Ik ken hier namelijk helemaal walljumpen, dus misschien zit hier er wel een. Oh, ken ik nog een extra schild? Oké, misschien hebben we hem nodig, ik weet het niet. We kunnen hier in ieder geval helemaal naar boven toe walljumpen. Oké. Zit hier nog een kistje, want ik zoek hem nou, want ik heb nog twee dingen nodig en daar word ik niet vrolijk van. Hoi, hoi, hoi. Heel veel drybones. Nee, ik haat drybones. Ik ben niet een liefhebber van drybones. Oké, nou, we hebben er nog twee nodig. Dus laten we maar gewoon heel eventjes de boel eventjes weer vollopen. En dan gaan we gewoon hier heel eventjes voorheen. Oh, ik zie erin, ik zie erin, ik zie erin, ik zie erin. Pak hem, weg daar. Anders word je gesquishified. En niemand houdt van squishified Luigi. Toch? Oké, ik denk dat ik eerder dat moet overnemen. Waar zit die laatste? Mag het weer even omlaag? Ik wil weten waar dat die laatste zit. Oké, okay, nou, ik hier heel even aan deze kant even goed in de... Daarboven zit hij, daarboven zit hij, daarboven zit hij! Luigi, je kunt het nog, je kunt het nog! Ik heb vertrouwen in je! Zie? Dat is nog één probleem. Waarom maken jullie je zo druk? Niks. Ik juist dat Luigi dat vindt. Luigi is awesome. Vergeet niet, hij is wel de man geworden van Mario Kart 8. Vanwege zijn een of andere rare ster of zo. Als ik hier tegenaan... Waarom hebben we deze... Hoi. Oh ja, jullie kunnen hem alleen maar van achteren raken. Dat weet ik weer. Jullie kunnen hem alleen maar van achteren raken. En die blauwe die gaven altijd een leven ofzo. Waar is die blauwe nou? Sneaky. Weet je wat? Anders krijg je wat. Kijk jij deel van tegen je aan. Dan hebben we dat alvast vrijgespeeld. Die blauwe die hebben altijd een leven bij zich. Toch? Dat is nou weg. Nee. Zoals ik al zei, de blauwe hebben altijd een leven bij zich. Goed. Geen idee waarom dat echt eventjes zo'n ding was, zo'n gimmick. Oh, hallo Poki. Hallo. Zeg Poki, kun je je hoofd heel even omlaag doen? Kan ik je knuffelen? Nee, je moet hem lang omlaag houden, dan kan ik op je kop springen. Nee? Ga je zo gemeen wezen? Poki, je bent gemeen. Poki, waarom ben je zo gemeen? Poki? Er moet toch ergens een manier zijn waar ik jou gewoon eventjes kan raken ofzo? Poki? Auw. Oké, jij raakt mij. Dat vind ik niet lief. Poki, dat is niet lief! Oké, dan moet hij waarschijnlijk iets zijn wat ik tegen hem aan moet smijten ofzo. Oh. 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 Oké. Okay. Oké, okay, dan Poki, het spijt me zeer, maar ik moet deze tegen ja. Damn you, Poki! Oké, dan gaan we gewoon voetballen. Voetballen op de dag dat Nederland moet voetballen. Waarom ook niet? Ik ga gewoon met hem loop. Hij staat dan boven te spelen. Kom aan, kom aan, kom aan. Daar! Boom! In je gezicht. En dan moet ik opschieten, want anders komt hij vrij en dan moet het weer helemaal overnieuw doen. En daar heb ik geen zin in. Goed, nou, mag ik als je... Luigi, wees een biggie dan toch in gaan. Volgens mij is dit wel een van mijn favoriete levels van deze wereld, of van dit level. Want wat we dus moeten gaan doen, we hebben hier dus een gigantische toren waar we vanaf moeten springen. Klinkt heel erg veilig, omdat ja, we hebben waarschijnlijk zakzand hier. Weet je nog, als kinderen, kleine kinderen zaten we altijd in een zandbak te spelen en dan had je zakzand en hardzand. En met hardzand kon je altijd dingen bouwen en met zakzand kon dat dan weer niet. Dus, wat altijd het leukste was, kwam er altijd de juffrouw, die kwam dan naar me toe en die zegt dan zo van... Goh, Stefan, wat is zwaarder, een kilo hardzand of een kilo zakzand? En ik vond dat niet echt altijd zo grappig. Ja, oké, okay, het was wel een grappige grap, maar ik was 6 geloof ik toen die tijd. En ik had hem al door, want toen zei ik van dat is even zwaar. En toen vroeg ze mij waarom. Ik zei een kilo is een kilo. 6-jarige, ik weet het. Ik was een nerd. Oké, dus wat we nou moeten gaan doen. We moeten nou heel erg snel gaan wezen. Omdat de toren die gaat dus zeg maar zakken in het vuur. Of in het vuur. Nee, de toren die gaat dus zeg maar zakken in in het zand. Dus nou moeten we eigenlijk een beetje hard lopen. Want op het moment dat het niet hard kan lopen. Dan wordt het hier nogal een hele gevaarlijke situatie. Waar we niet op zitten te wachten. Dit gaat al fout. Dit gaat al heel erg fout. Dus dan moet ik heel erg hard rennen. Ja, nee. Oh, ik dacht dat hij mij zou pletteren. Maar niet uit. Ik ben safe. Ik ben cool.
Oké. Oh boy. De muziek maakt het wel spannend, moet ik zeggen. Ik sta in een of ander torentje wat aan het instorten is. En dat maakt niet uit. Het maakt niet uit. Oh, en voor de mensen die het willen weten, ja, het stort helemaal in. Dus zelfs hier is iets niet veilig. Geloof ik. Nou, ik dacht dat ik daar niet wel veilig zou zitten. En dan zit je hier toch veilig en dat is gemeen. Maar goed, we hebben de ster. Dus nou hoop ik dat die prankstercomment nog heel eventjes langskomt. Zodat we toch nog die prankstercommentar nog heel even in deze aflevering kunnen doen. Zal wel leuk zijn, zal wel fijn zijn. Want, ja, ik ken naar die Hungry Loomer toe gaan. Maar aangezien we op kwartiertje al zitten, wou ik het eigenlijk bewaren voor de volgende aflevering. Dus, zit hij er of zit hij er niet? Nou ja, dan hebben we maar 2 sterren in deze aflevering. En dan ga ik jullie toch bedanken voor het kijken. En hoop ik jullie morgen te zien in de volgende aflevering van Let's Play Luigi's Galaxy. Dus in de volgende aflevering waarschijnlijk een speedy prankster star comment. Dan hebben we die Hungry Loomer die we natuurlijk ook nog moeten doen. En voor de rest weet ik ook niet wat we eigenlijk verder kunnen doen. Ja, natuurlijk is er ook nog een Bowser te wachten. Dus ik hoop jullie morgen... Komt sowieso een aflevering, maak je daar maar geen zorgen over. Morgen nieuwe opnamesessie natuurlijk. Dus dan hebben we wel weer minder levens. Maar dan kan ik ook eventjes vertellen over de ervaring die je de week weer heeft gebracht. Dus ik dank jullie allemaal voor het kijken. Laat een reactie achter als je een leukste momentje hebt natuurlijk. Dan lees ik dat en vind ik het hartstikke leuk. Mocht je nog vragen hebben over het kanaal of iets, kun je dat ook altijd in het kanaal plaatsen. En voor de rest, laat een like achter als je de tijd voor hebt. Dan hoop ik jullie een hele fijne dag toe te wensen. Laten we maar hopen dat Nederland wint. Dus ik dank jullie voor het kijken en tot morgen maar weer. Doei!